de eerste helling dat we moesten omhoog lopen, liet ik mij echt wegduwen. En daar verloor ik echt weer zeker 4 of 5 plaatsen, denk ik. Wat jammer was natuurlijk. Dat is dan weer krachten dat je nodig hebt om vooraan te komen. En dan kwam ik samen met Sanne en Nicky. Maar dan maakte ik enkele domme foutjes, waardoor ik dan ook Nicky per ongeluk hinderde. Wat ook niet de bedoeling was natuurlijk. Maar ja, dat is dan in het heet van de strijd gebeurt dat dan. En ja, dat... Ik heb dan gewoon verder mijn wedstrijd verder gezet. Ik ben wel blij met de vordering dat ik vandaag maakte in de zandbak. En ik de laatste ronde er volledig door reed. Dus dat is wel goed voor het kopje. Dat toch wel lukt. Dus dan was de tweede plaats het hoogbaal haalbaar die erin zat. Want door dat zand geraken, dat is voor jou geen makkelijke klus? Nee, inderdaad. Ik kom op techniek nog redelijk wat tekort. En zand is daar ook zoiets dat ik nog heel wat werk aan heb. Maar ik probeer toch in bij te benen. Ik denk, moest ik op de technische stukken iets beter in de voeten komen, dat ik dan wel bij Sanne kant kan blijven. Maar natuurlijk, dat zijn woorden achteraf. Dus ik ben wel blij met de tweede plaats.